Hallo, ik ben Pra. Welkom terug bij Aroi Maak Thijs Koken Makkelijk. Vandaag maken wij een hoofdgerecht eend met rode curry of in het Thijs, gang pet pet yang. Het is een koninklijk gerecht. En je kan dit dan ook niet in een restaurant bestellen. Maar vandaag leggen wij uit hoe je het zelf kunt maken. Wat hebben we voor dit gerecht nodig? Ananas, gekruid en zout, fish sauce, rode curry pasta, kaffee-limoenbladen, cherry tomaat, ramsauger, kokosmelk en zonnebloemolie. We gaan beginnen met de voorbereiding. De gekruide eend. Deze snijden we in dunne plakjes. Ongeveer zo. Je kan gekruid de eend in de toko kopen. Maar je kan natuurlijk ook zelf eend kopen. En dan het zelf gekruiden. Other end gesneden is, gaan we de ananas snijden. Or eerst de in de length door. Verwijden vervolgens de skewer. En haal ook de zaadje eruit. Al laatste in blokjes snijden. Dan de kaffee-limoenbladen. Deze snijden we fijn. Nu zijn we klaar met de voorbereiding en dan gaan we koken. Verhit de wok met olie. Wanneer het heet is, voeg dan de rode curry pasta toe. Even roeren.
and stop them the Halafan Cocoa Smelik Air In. Brew good to Elka. Dive Lulan thought the cocoa's milk begin to cooken. Then I stop and work the ananas. And the cherry tomato add in. Brühren. Wak thot the tomato and slap sai. Then mark the last one cocoa smelik add in. Brew nok mau. And voeg vervolgens de damsauger. The fish sauce and the sauce too. Ruwe goed. Our last stop and word the cookie the end. And the carbon lemon air in. Rue not end mouth.
and then eat head crab on up to dinner. Will you alas not endless the na lesson? Kai dan up on the website. And forget it on the abonaren for on the folk and the cookless. It's a makalik. Sawadee ka.